ergens in Nederland. We hebben het feestpaleis nog steeds niet afgebroken. Er staat er nog steeds, die bouwval. Is ook niet weg te krijgen, want het is zo gezellig daar. En dat komt voornamelijk door die enorme leuke figuren die er rondlopen. Zoals App Oorklep. Dat is lachen geblazen weer vanavond, hoor. Die gaat hij weer tegenaan, dat kan u wel nagaan. Net als meneer Van Gulden. De heer Van Gulden nog even zaggerijn als altijd. Maar ja, het is de baas van het feestpaleis, dus hij blijft erbij. Zoals ook Trudy. Die zouden wij niet graag willen missen natuurlijk, hè. Oh, jammer, ze is alweer weg. Kijk daar graag naar. Dit is de heer Lucas, zo hoef ik niet meer voor te stellen. Je ruikt hem al van uur afstand. En de biljartetjes, ja, wie zou die twee heren willen missen, hè? Trouwens, Trui en Trees ook niet, natuurlijk niet. Niemand uit huis, fijn voor de buis. Een avondje en Oorklep, zo blijft iedereen voor thuis. Nee, ik wilde graag de nieuwe dokter even spreken met Van Gulden. Ja, oh, een ogenblikje. Ja? Dag meneer. Dag mevrouw. Ze zei dat ik even door mocht lopen. Oh, ja. En waar komt u voor? Nou, ik verzamel voor het Rode Kruis oude kleren. Oude kleren? Ja, en dan wilde ik vragen of u iets kon missen. Oude kleren voor het Rode Kruis? Nou ja, ja, ik heb ergens nog wel een zootje liggen, maar dat weet ik nou zo gauw niet. Wil u straks even terugkomen, mevrouw? Oh ja, misschien heb graag, ik wel wat. Meneer. U kan het wel vinden, hè? Ja, dank ja, oké, okay, dag mevrouw. Gezeur over oude kleren. Ja, mag ik de nieuwe dokter... Oh, ik spreek met de nieuwe dokter. Dokter, ik voel me helemaal niet goed. Nee, nee, ik heb weer hoofdpijn. Ja, zou u even langs willen komen? Meteen? Komt u meteen? Oh, graag, dokter. Dank u. Ja, meneer Vergolijk, heb je het nieuwe avondblad? Oh. Nou, zulke slechte berichten staan er niet in. Er staat er juist een hele leuke rectificatie in. Mooi horen. Gisteren melden wij mevrouw B.T.H. is van een vierling bevallen. Dit moest zijn, is van de vliering gevallen. Hoeveel keuze is dat? God, met dat stomme gelach. Ik heb zo'n vreselijke hoofdpijn. Hey, toch? Hey, wat een nabericht. Waar heb je het? Waar zit het? Waar heb je het? In mijn hoofd natuurlijk. Ja, maar je hebt zo'n hoofd waar. Van voor, van achteren. Hier, van achteren. En dan trekt het helemaal door naar mijn schouder. Oeh. Oh, het doet zo pijn. Zoals je het zegt, doet het al zeer. Ja, Ga even lekker liggen. Schud ik een kussentje voor ja, je op. Ja, dat is wel een goed idee. Hier, rustig ontspannen. Ga even lekker liggen. Kom maar. Dat doe ik, hoor. Ja, dat vind ik. Goed. Nee, dat is hard. Nou ja, ik leg mijn hoedje er wel op. Natuurlijk. Even rustig ontspannen, even tukkie doen. Ja. Hey! Hou nou toch op, kan dat niet zachter? Heb je er last van? Heb je er last van? Ik probeer te slapen, het gaat niet. Oh, probeer dan van die dingen te tellen, hoe heten ze? Met van die schapen. Of geld, misschien beter in ieder geval. Ik lig eigenlijk op de dokter te wachten. Oh, oude havenkamp weer laten komen. Ik vind die man zo vergeetachtig van de week ook. Hebt hij bij mij temperatuur opgenomen? De volgende dag merkt hij pas dat hij de thermometer er nog in had laten zitten. Feestpaleis. Nee, er wordt geklopt. Waarom bellen ze dan steeds? Dat zal die dokter zijn natuurlijk. Oude havenkamp. Nee, kom nou hier, ga jij twee koffie halen. Ik ga twee koffie, rustig. Ik doe wel open. Dag, meneer Van Gulden. Dag, de dokter. Ik voel me helemaal niet lekker, dokter. Nee, dat dacht ik al. Gaat u me even lekker op de bank liggen? Op de bank liggen? Ja, graag, dokter. Meneer Van Gulden, u heeft mij nu vier keer laten komen, waarvan twee keer midden in de nacht. Heeft u die pijn continu? Nou, het komt eigenlijk steeds weer terug, dokter. Maken we even het overhemdje los? Oh, alles even losmaken, dokter. Heel graag. Ja hoor, dat doe ik. Zo. Wilt u even helpen, dokter? Knoopjes. Ja. Zo, nou. Eens even luisteren. Gaat, ja. Ja, nu moet u even heel diep ademhalen. Ja? Ja. Ik zou daarmee ophouden als ik u was, want de dokter kan zo meteen komen. Die houdt daar helemaal niet van. Ik ben de dokter.
Ik heb ook enorme last. Ik heb het hier bij mij, trek het veel verder door als bij hem. Klep, de dokter is met mij bezig, ja. Gaat u liggen? Natuurlijk, erg graag. Lig ik hier makkelijk voor u. Kan ik misschien ergens mijn handen wassen? Oh, u mag alles wassen. Ja, ga u lekker wassen, natuurlijk. Daar is een kamertje met een wastafel. Fijn. Doe het maar even snel. Natuurlijk. Ja. Zeg, dat ziet er even anders uit dan die oude Van Ravenswaai. Dat is al vier keer gekomen, wat voor twee keer midden in de nacht. Oh, maar je bent niet ziek, je bent gewoon uitgevloerd, weet je dat? Je bent gewoon... Zo, zo, dat ziet er lekker fris uit. Fijn, dokter. Nou, prettig. Vertelt u eens, waar heeft u die pijn precies? Ik heb het hier zo dus, bij mij trek het helemaal door, nog veel verder dan bij hem. Trek het hier door en dan achterlangs. Vindt u dit vervelend? Alleen als u ermee ophoudt, vind ik vervelend. Alleen. Nou, ik ben hier niet zo blij mee. Nee, hij wel. Kijk eens naar de kopje, daar komt niet meer bij. Meneer Van Vulde, ik wil u helemaal gaan onderzoeken. Kleedt u zich even helemaal uit? Maar dat doe ik niet, waar hij bij is. Oh, dat geeft niet. Dat kan u eerst mij even doen. Doe u eerst mij even. Nee, de dokter is met mij bezig, hoor. Het is toch 2 voor 1 geld? Ah, meneer Van Vulde, kleedt u zich nog uit. Dat is voor mij niets bijzonders. Nou, heb u hem al een keer bloot gezien? Nee. Dokter, ik doe dat liever in dat kamertje hiernaast, hoor. Als u wil. Ja. Volgens mij is hij helemaal niet ziek. Simuleert hij? Beetje onder zijn armen. Ja, ik begin zo langzamerhand te geloven dat uw baas zich een beetje aanstelt. Ogenblik. Feestpaleis! Dat er geklopt werd. Oh, waarom bellen ze dan? Ja, hè? Oh, goedenavond, meneer. Goedenavond, mevrouw. Ja, meneer Van Gulden heeft gezegd... dat ik nog even terug mocht komen om oude kleren op te halen. Ach, ja, heeft hij dat gezegd? Ja, ja. Dat zal ik hem even raadplegen. Oh, meneer Van Gulden, hè? Van Gulden! Komt u maar, ik ben zover. U hoort het, hij is zover. Komt u maar, roept hij. Ga nu gang, hoor. Dank u wel. Kijk, u heeft een plezierige avond, hè? Zullen wij even mijn donkere kamer gaan bekijken? Oh, dat lijkt me dan heel maken interessant. Dan maken we even een vergroting. Hoi. Wat smaakt dat bier smerig vandaag? Ik zal blij zijn als ik er genoeg van heb. Ja, maar je moet ook melk drinken. Dat is veel gezonder. Helemaal niet. Melk is juist heel gevaarlijk. Hoezo? Mijn buurman is er aan het hoekje omgegaan. Hoe kan dat nou? Tijdens het melken is de koe op hem gaan zitten. Oh, vandaar. Zeg. Ja? Nou, we het er toch over hebben. Waarover? Mijn vrouw is volgende week jarig. Oh, wat een leuk bericht. Zeker. Maar nou heb ze om een paar krokodillenschoenen gevraagd. Dat zal niet meevallen om die te vinden. Waarom niet? Krokodillen dragen toch helemaal geen schoenen? Nee, dat is heb zo. Ik trouwens al laten zien wat ik heb gehad? Och, kijk nou, er is... een paraplu. Hij kan ook open. Dat is wonderlijk. Maar... waarom zit dat grote gat erin? Dat is om te kijken of het is opgehouden met regenen, natuurlijk. Oh. Kijk nu eens, hier ben ik al met de wijn, hè. Zal ik hem even voor u inschenken, alstublieft? Kijk eens, alstublieft. Zal ik hem even voor u proeven, misschien? Vindt u het prettig? Ja, misschien beter. Riet. Riet, wij kunnen niet langer doorgaan met onze afspraakjes. Waarom niet? Nee, jouw man wordt jaloers. Oh, nee, dat geloof ik niet. Ja, dat geloof ik wel. Jouw man wordt jaloers. Ach, wel nee. Waarom vraag ik hem zelf niet even? Ja, dat zou kunnen doen, ja. Willemsen,
Ben jij jaloers op ons? Ik? Helemaal niet. Hey, Nico! Jij ziet er niet erg vrolijk uit. Nee, ik ben nog helemaal niet vrolijk, Trudy. Wat is er? Ik kom net van het belastingkantoor. Ach, en? Ik ben totaal los. Nee. Ik moet een stapje terug doen. Misschien al twee stapjes. Ik heb geen zin. Ik heb misschien nog twee gulden over. Twee guldentjes voor een borreltje. Dat is alles nog. Ze hebben mijn huid gekleed daar. Ik heb niks meer. Ik heb één grote ontroering in mijn voering. Niks meer. Dat is duidelijk. Je krijgt van mij een borrel. Ja. Sorry dat ik jou niks aan kan bieden, maar niks meer in de voering. Nico, dit geeft niks. Ja. Kijk eens. Kijk een borreltje voor je. Zie ik het goed? Is dat Nico? Heb je een papegaai gekocht? Ja, kerel. Hoe gaat het ermee? Oh, Arie. Hoe gaat het met mij? Nou, niet zo bezig. Ik sta net te vertellen. Ik kom net van het belastingkantoor. Oh. Je ziet de voering. Ja, wat leuk. Ben je al ontroering? Jongen. Ja, drink wat van me. Oh, van jou. Oh, nee, je hebt al wat. Maar, wacht even. Dan doe ik dat rondje met jou mee. Nee. En dan is het tweede rondje van mij. Nee, je begrijpt het niet. Kijk dan, traan het op. Een whisky voor Nico. Nee, hij maakt gek. Nee, dat kan je luisteren. Ik kom net van het belastingkantoor. Ja, dat past jou. Ach, kijk nou, Nico. Nobele nipper. Nico, hoe gaat het ermee, jongen? Nou, het gaat helemaal niet goed. Ik kom net van het belastingkantoor. Maak niet uit, beste kerel. Kraak een kelkje met ons. Nee, wacht even. Nee, jullie moeten op je beurt wachten. Nou, nee. Eerst geeft Nico en daarna komt eerst nog een rondje van mij. En luister, gewoon aan ons. Dat begrijp ik niet. Ik heb geen startlijst. Neem nou rustig wat van jezelf. Hè? Dat vind ik veel gezegd. Iedereen voor zichzelf. Sorry Nico. Ik zou het ook niet leuk vinden als een vriend zelf zijn bordeltje ging betalen als ik net aan het geven was. Nee, we drinken graag iets met jou. Ja, wij zouden een goede vriend als jij niet graag willen beledigen. Ah, beledig mij lekker. Jongens, hey, beledig. Vals lekker over de heen. Kom maar, met z'n allen. Daar staat nog een oud borreltje. Ja. Zet er even een verse naast van Nico. Van mezelf. Nou, niet zo best. Ik kom net van het belastingkantoor. Wat zie jij er vrolijk uit? Ja, daar heb ik ook alle reden voor. Oh, ja? Jij hebt 10.000 gulden gewonnen in de loterij. Gefeliciteerd. 10.000 gulden. Dus, waar drinken jullie van? En Nico, wat drink je? Oh, je bent aan de borrel, zie ik. Ben ik ook aan de weer 10.000 gulden. Vier whisky. Ik neem een whiskytje van Nico. Nee. En neem zelf ook wat. Nee, dan neem ik een lekker flaskejakje. Kijk, me voor je nou. Jongen, wat ben jij toch een geluksvogel, hè? Nee. Ja. En wat ga je met al dat geld doen? Ja, nou, het eerste geld dat moet uitgegeven worden aan meubeltjes, denk ik. Thuis zakken we bijna door het bankstel. Even dimmen. Ja. Hele leuk, hè, over, omdat hij zegt van dat boomstaal, hè. Opletten, je zegt van dan kun je mee weg. Over dat bankstel, hè? Dan kun je zeggen, als iemand dat zegt, heb ik toch wel eens dat iemand zegt, waarom zo is jij nou van dat bankstel? En dan zeg jij gelijk hoekst eroverheen. Als je dan hier vast begint met doorzakken, dan heb je er thuis niet zoveel moeite mee. Begrijp je? Omdat je dus als je in een café staat. Doe je toch de... Proost, hè? Ja, ga zo zijn. Ja, dat is jongens, jullie willen me wel excuseren, hè? Want ik moet snel naar huis om het goede nieuws te vertellen. Ja. Trudy, hoeveel krijg je van me? Eens even kijken, 4 whisky en cognac, dat is 24 gulden. Ja, 24. Sorry hoor, maar ik heb niet kleiner dan een rode. Ja, betaald met Duits. Dan zit ik nooit gezien. Nee, maar dit kan ik niet wisselen. Dat kan je niet wisselen. Nee, dat begrijp ik nog wel. Oh, Nico. Ja. Geef jij even een geldje aan Trudy, dan drinken we morgen dubbele op mijn kop. Nee, dat gaat niet. Ja, het is goed geregeld. Jongens, doei! 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 Doei!
een nieuwe gokkaas. Ja. Hé, Nico, dat is een piekie. Een piekie? Kijk nou even naar mijn voor in de zin. Ja, je bent nog wel een piekie. Termijn is helemaal misschien heb ik mazzel. Ja, misschien. Wacht even. Kijk even. Mazzel! De jackpot! Hij heeft de jackpot! Mazzel, Pik! Kraken maken, al natuurlijke draai. Nou, maar Rietje, je hebt toch nog een gulden? Natuurlijk, dat ken ik ook, mijn laatste gulden. Ik heb er nog één, dan ben ik helemaal los. Daar gaat ie. Hoppa, kom op nou, werk mee. Doe me een lol. Kijk even, drie sinaasappels. Ik ben rijk. Oh, nou. Oh, hallo, Tris. Daar ben je eens. Tris, je man. Wat is er met mijn man? Je man zit buiten de auto met je beste vriendin te vrijen. Wat? Ja, doe eens. Is die nou helemaal gek? Mag ik een beste? Oh, wat een toestand. Zijn beste vriendin. Nou, jij maakt me ook schrikken, zeg. Een toestand, zeg. Mijn man zit met mijn beste vriendin te vrijen. Ik ken het hele mens niet. Oh, gelukkig. Je laat me gek, hoor. Haha, ik heb nieuws. Vertel. Heb ik al verteld dat mijn zuster er weer een bij hebt? Nee. Mijn zuster hebt er weer een bij. Dat is niet waar, alweer een onderkind? Nee, natuurlijk niet een kind. Oh, ja. Hoeveel heeft ze er nu al? 7. Het is wat. Vinden ze een groot gezin zo leuk? Nee, helemaal niet. Maar kijk, ze komt zo. Ze woonde namelijk vlak bij Schiphol. Hè? Ja. Nou, dus iedere morgen om 5:30, dan komt er al zo'n grote jumbo over het dak heen. Ja? En daar worden ze dan wakker van, hè? Nou, en? Nou, en? Dan is het dus te vroeg om op te staan en te laat om weer te gaan slapen. Dankjewel. Heel lekker, mijn beste, dat had ik zin in. Ik heb nog meer nieuws. Vertel. Ik heb bij mij thuis in de slaapkamer... Ja? Heb ik een spiegel boven ons bed laten monteren. Hoe meet wat Pico? Kun je voorstellen? En vind je man het prettig? Oh, die vindt het fantastisch. Die kan zich nou iedere morgen in bed gaan leggen scheren. Ach, Tudy, wil je deze nog even voor me opschrijven? Nou, dat is wel heel wat. Heb te laat met een Lucas, hè? Ah. Ik heb vanavond al een hele hoop gehad. Op de lat. Ik hou mijn keel gaat keurig zonder kosten nat. Op de lat. Een leuke avond is geen toer. Want ik betaal geen ene boer. Ik loop de kroegen in de hele omtrek plat. Ik drink de hele lieve avond op de lat. Ik heb een hele hoop adressen in de stad. Op de lat. In de gastvrijheid komt zo hier en daar de klant. Kroegen zat. Ik geef collectors maar een knoop. En als ik een loontje van ze koop. Ook al win ik wel eens wat. Ik drink de hele lieve avond op de lat. Ik haal het einde van de maand dus op mijn sloffen. Ik kan bijna altijd onbeperkt poffen. Ik kom de kroeg in met een lege portemonnee. En eens per jaar krijg ik de rekening goud op snee. Ik heb vanavond al een heleboel gehad. Op de lat. Ik hou mijn keel gaat zonder kosten keurig nat. Op de lat. Ik ben het geld niet meer gewoon. Een kwartje voor de telefoon. Dat heb ik, dacht ik, toch al jaren niet gehad. Je kan het heel lang blijven rekken op de lat. Je neemt een bitterbal, een burger of een zoutje. Wie op de lat leeft, en bijt niet op een houtje. Ik geef de vaste jaren juffrouw vaak een zoen.
En eens per jaar betaal ik de baas hier een miljoen. Als ik zo doorga, kom ik al wel een keertje even in de zaal. Maar ach, dan denk je, ik heb een leuke tijd gehad. Want kijk, je bijt nooit op een handje op de lat. Want kijk, je bijt nooit op een handje op de lat. Daar zitten we dan, hè. Heren, wat mag het zijn? Doe maar een kopje koffie, Gerrit. Doe er mij ook maar een kopje koffie, maar wel lekker, graag. Twee koffie. Lekker, kom lekkere eraan. Koffie, ja. Zo. Zo, heb je nou je brood al op niet eten? Ja, natuurlijk, waarom niet? Ik heb honger, dan ga ik toch eten, hè? Ik vraag maar. Moet je weer erop? Kijk. Hey. Wat? Boterhammetje met koek. En een boterhammetje met ei. Lekker. Ja, zeker. Daar heb trouwens mijn vrouw een bedoeling mee, Dirk. Wat mee? Nou, dat ze koek en ei op mijn brood heb gedaan. Daar wil ze mij aangeven dat het met ons huwelijk nog koek en ei is. Begrijp je? Ik zie hem even te verwerken. Dus in de boterhammen vertelt ze jou hoe het thuis is. Ja, een exact. Soort geheim. Ja, dat is onze code. Onze code. Code. Als ze bijvoorbeeld varkensvlees op mijn brood zou doen. Ja, daar krijg je pukkels van. Tuurlijk, maar ja. Dat heeft er niks mee te maken. Ik gooi het er door. Als er varkensvlees op mijn brood zou zitten, ja. Betekent dat ze nog een varkentje met mij wassen. Ja, ja. Voel je hem? Ja, ik voel hem wel. Heb ik nou. Voorbeeldje. Ja, mooi maar. Even zo. Als ik nou haring op mijn brood heb. Dan betekent dat ze haring of kuit wil hebben. Ja, ja. Begrijp je? Ja, ja, ik begin hem langzaam te doorvoeden. Ja. Ja. Gooit ze nou een appeltje in mijn tas? Stil, ik denk dat ik het weet. Vertel. Dan wil zij met jou nog een appeltje schillen s'avonds. Ja, dan heeft ze met mij nog een appeltje te schillen. Juist, ja, precies, ja. Precies. Ik wist niet dat die meiden thuis daar iets mee bedoelden. Ja, dat hebben we zo afgesproken, dat gebeurt. Hé, hey, wacht eens even. Zou ik wel eens willen weten, wat heb jij nou eigenlijk op je brood? Ik weet het niet, ik heb nog niet gekeken. Ben ik toch benieuwd naar? Ja. Ik denk dat ik het niet zo laat maak vandaag. Hè? Zou u misschien één plaatsje op willen schuiven? Dan kan ik naast mijn vriendin zitten. Geef u af. Wat maakt jou treuren, Harry? Goedenavond, mevrouw meneer. Goedenavond, Rudy. Ach, niet, is Rudy niet. U bent de chef zelf, de baas. Is even weg, meneer. Wat mag het zijn? Doet u mee maar een pilt. Een piltje. En wat wil jij drinken, Sam? Een gin tonic, alsjeblieft. En een gin tonic, alsjeblieft. Met een scheefje citroen? Met een scheefje citroen? Ja, graag. Ja, graag. Alsjeblieft. Verder nog iets? Verder nog iets? Broodje. Een broodje. Kaas. 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 Mosterd. 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 Mag het verder nog iets zijn? Mag het verder nog iets zijn? Zakje chips. Zakje chips. Welke smaak? Welke smaak? Paprika. Paprika. We hebben geen paprika, wel gewone. We hebben geen paprika, wel gewone. Oh, dat is ook goed. Oh, dat is ook goed. Dat is dan samen 12,50 gulden. Dat is dan samen 12,50 gulden. Waarom moet ik afrekenen? Waarom moet ik afrekenen? Je hebt toch besteld? Je hebt toch besteld? Heb jij geen geld bij je? Heb jij geen geld bij je? Natuurlijk heb ik geld. Natuurlijk heb ik geld. Nou, betaal dan 12,50. Nou, betaal dan 12,50. Alsjeblieft. Dank u wel. Zullen we daar aan tafel gaan zitten? Dat is niet gezellig, hè? Maar wacht eens even, dat klopt niet helemaal. Ja, meneer. Mag ik nog een mes van u? Nog een mes, ja. Het is wel het laatste mes wat u van ons krijgt, hoor. Ik word er ook gek van. Okay. Alsjeblieft. Dan bent u allemaal beter uitgenodigd. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Wat zal het zijn? Verkoopt u ook blikjes bier? Blikjes bier, weer wat nieuws. Dat heb ik nog nooit gevraagd. Ik heb al Ik zal even voor u kijken. Misschien hebben we ergens een blikje staan. Ogenblikje, meneer. Ja. Nou, mooi. Kijk eens. Eén blikje bier voor meneer. Ik dank u wel, meneer. Dat heb ik nou van mijn leven nog nooit meegemaakt. Ik heb
Maar wat ben je nou aan het kijken nou toch? Meneertje, er zit een lippie op zo'n blikkie. Ja, dat til je op, dan maak je hem zo open. Ja, 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 maar dat is alleen voor mensen die geen blikopener bij zich hebben. Juist. Jammer. Wereldbal. Schijnt maar een haartje, hoor. Weet je trouwens dat het vandaag mijn verjaardag is? Ja. Ja. Welk jaar ben jij jarig dan? Elk jaar. Ik heb al 2 cadeautjes gekregen. Kijk eens aan. Een wekker en een fles aftershave. Doe maar, doe maar. Dus als je dadelijk ineens iets mocht horen en ruiken, dan ben ik dat. Natuurlijk, natuurlijk. Een wekker zou voor mijn trouwens ook wel wat zijn. Mm-hmm. Ja, dat komt. Ik kom al dag zo laat op mijn werk. Hoe komt dat dan? Ik slaap heel langzaam. Mm. Ik snurk altijd heel erg. Wat vertel je me nou, snurk jij? Oh, ik word er zelf wakker van. Dat is vreemd. Maar ik heb er nou wat op gevonden. Oh ja, wat dan? Ik ben in de kamer daarnaast gaan slapen. Dat is een goed idee. Ja. Wacht even, het is jouw beurt, hoor. Ik maak een pikeurtje. Zeg, Ab. Ja, meneer Lucas, hè? Waarom heb jij altijd van die oorkleppen op je kop? Ah, de mensen kunnen mij nog meer vertellen. Er wordt hier veel en veel te veel gepraat. En denk je, ik heb heel gevoelige lellen. Vooral wanneer het ergens over gaat. En praten ze maar door. Vind ik dat geen gehoor. Dan zet ik zomaar hoor. Zal waarschijnlijk wel niet mogen. En als het mocht, dan wist ik nog niet waar. Mijn neus die gaat zijn gang, die loopt het hele jaar. Maar ik breng nooit te lang. Zit ze slurf nou hier, maar had die een erbij, dan zocht dat. Meneer Van Gulden! Meneer Van Gulden! Wat is er nou? Kijk, daar ligt een... Daar nee, ligt een... toch! Ja. Wat, dat is een lijk! Wacht even, ja. Ik bel meteen de politie. Nu. Meteen. Oh. Nee. Ja. Hallo, Jan met Van Gulden van het Feestpaleis. Er ligt hier in de keuken een lijk. Wilt u ogenblikkelijk hier... Wilt u naar hier komen? Ja, maar het moet wel snel gebeuren. Goedemiddag.
dat is snel. Hier is mijn kaartje. Daar staat niks op. Dat klopt, ik ben incognito. Inspecteur Rademakers, goedemiddag. Oh, goedemiddag, inspecteur. Ja. Kijkt u eens even wat hier ligt, wat hier gebeurt. Goeie genade. Mag ik even bellen? Ik ben onmiddellijk een ambulance. Nee, dat hoeft u niet te doen, want die man is al dood. Het is ook niet voor hem, het is voor mij. Hallo, juffrouw. Ja, dat weet ik wel, juffrouw. Ja, dat weet ik. Juffrouwtje. Hallo, mevrouw. Wilt u nu ophouden met mij voortdurend te vertellen hoe laat of het is, ja? Wat is hier aan de hand? Denkt u nou eigenlijk wel, inspecteur, dat u zoiets aan kan? Het is ons vak, hè? Het is ons vak, hè? Ik heb van de week nog een moord opgelost. Een vrouw had haar man vermoord met pijl en boog. Waarom met pijl en boog, inspecteur? Ze wilde de kinderen niet wakker maken. Ah. Maar goed, we gaan eens even met het onderzoek beginnen. Wat denkt u hier nou van? Want daar gaat het om. Volgens mij is deze man gewurgd, doodgestoken en daarna opgehangen. Dat kan maar één ding betekenen, hè? En dat is? Zelfmoord. Zelfmoord? Zelfmoord. Schuwelijk. Wie waren dan op het fatale moment hier aanwezig? Nou, Simon Spekvet de Kok en ik. En natuurlijk het lijk hier. Ja, ja. Dat betekent dat één van u drieën de moordenaar moet zijn. Hij kan afvallen, dacht ik zo. Dus één van u tweeën moet de moordenaar zijn. Maar inspecteur, u moet zich vergissen. Natuurlijk. Hey, wacht even. Toen ik hier binnenkwam, toen stond het raam daar open. En heeft u dat raam open gedaan? Ik niet. Maar ik ook niet. Ik ook niet. Ik kom net binnen. We zullen om te beginnen eens even de gordijnen gaan sluiten, ja? Dat leek mij het meest handige. Mooi. We laten erin zien, laten we ze toch maar open. Ja, maar denkt u niet dat iemand nou naar ons kan kijken? Dat hangt er helemaal vanaf. Waarvan, inspecteur? Wat er nu op het andere net is. Maar goed. Intussen zitten wij nog steeds met dat probleem hier. We gaan eens beginnen met ons kruisverhoor. Wilt u even gaan zitten? Tuurlijk. Het probleem komt zo wel. Ja, ik begrijp het niet helemaal, inspecteur. Om te beginnen. Wie bent u? Ik, hè? Ja. Ik ben Simon Spekvet. Nou, hè? Ik ben de kok. Eigen schuld, dikke bult. Waar bevond u zich het afgelopen uur? Nou, om precies te zijn was ik het laatste uur, stond ik uien te snijden in de keuken. Uien te snijden in de keuken, ja. Ja, of misschien was het een half uur geleden. Ja, zo kan ik niet werken natuurlijk, hè? Nee, het was toch een uur geleden. Toch. Nee, wacht even. Of misschien was het wel... korter geleden. Nee, het was toch een uur geleden. Mooi. En wanneer heeft u het lijk voor het eerst ontdekt? Dat zal geweest zijn... een kwartier geleden. Een kwartier geleden, mooi. Ja, of misschien was het wel... Het was toch een kwartier geleden. Nou ja, en dat is alles wat ik er zo'n beetje over te vertellen heb, inspecteur. Ja, ja. Dat was iets klaar. Enorm. Dank u wel. Dank u wel. Merci, dank u wel. Merci. Dank u. Wat zie ik daar? Dat is gewoon een voorraadkastje, inspecteur. Mag ik dat zelf beslissen, ja? Maar natuurlijk. Hoort u dat ook? Ja, dat hoor ik ook. Dat is dat kastje. Nee, nee. Dat is mijn arm. Hoort u wat? Rheumatiek. Geërfd. Dat is heel vervelend, inspecteur. Ja. Maar ja, ondertussen zitten wij nog steeds met dat probleem hier. Heeft u een probleem? Ja, natuurlijk. Hier ligt toch een lijk. Ach, die was ik in alle consternatie helemaal vergeten, ja. Ja, dan blijven wij toch met één grote vraag zitten. Wie is de moordenaar? 1, 2, 3. Wie is de moordenaar? Als u denkt dat u weet wie het gedaan heeft,
Kruis dan de dader aan op de gratis moordkaart. Verkrijgbaar bij alle adressen, herkenbaar aan de Trost gratis moordspelaffiche. Mensen, het is de hoogste tijd. We gaan sluiten. De buurt van Den Dolder hield 17 vrouwen op zolder. Als je vroeg aan die man, zeg, hoe kom je eraan? Zei die makkelijk zat uit een volle. Oh, Ams heeft een kater te epen. De kat in een doeker geknepen. Hij zei toen die kat daar bezwaar tegen had. Als ik zin heb, dan knijp ik, begrijpen. Van Gulden! Waar is Van Gulden? Ja, wacht even, ja. Ja, wacht even. Wacht even, ja. Ah, la, 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 la. Een oude rabbijn reed de meppel. Met zijn bromfiets pardoes in een greppel. Hij werd weer gered en op het droge gezet. Maar nou zoekt hij nog steeds naar zijn keppel. Ja, 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 zijn vrouw sprak tot Karel de Grote. Zeg, loop toch niet steeds in je blote. Want met zo'n garnaal sta je eeuwig voor paal. En je naam is voorgoed naar de laag. Even Lucas, even snel. En daar was een schrijver in Poortvliet. Ja, prima.